welkom bij weer een nieuwe The Making Of. We zijn hier in Uppel en wij gaan straks de molen die achter mij te zien is fotograferen. We hebben daar wel eens eerder gestaan en toen hadden we een schitterende mooie zonsopkomst. Alleen nu zijn we terug omdat we het koolzaad wilden fotograferen. Ik wil jullie in deze video weer meenemen op pad om te laten zien hoe ik deze molen op de foto zet. Straks ook in de bewerking thuis willen laten zien wat ik ervan gemaakt heb. Foto's gemaakt en de omstandigheden waren erg lastig, want het licht is hard zoals je ziet. En het is een onbewolkte dag en daardoor moeilijke omstandigheden. We hadden ook erg te maken met schaduw. Ik heb de foto gemaakt op f11 zoals ik dat gewoon ben en de ISO heb ik op dit moment op 200 staan. Dat wilde ik omdat de sluitertijd anders te lang werd en doordat het wat waait heb ik beweging in de koolzaad. Ik heb ervoor gekozen dat ik dat niet wil. Nou, ik ga straks naar huis toe. Laat ik daar de bewerking zien. En hopelijk levert dat nog een mooie plaat op. Nou, we zijn inmiddels thuis. En voordat ik de foto ga bewerken, wil ik jullie eerst nog wat vertellen. Ik krijg namelijk wel eens de vraag, waarom gebruik je nou filters? Jullie zien wel in mijn filmpjes wel eens dat ik voorzetfilters gebruik. En mensen vragen zich af waarom dat ik dat doe. Nou, de camera die moet kiezen. Kiezen dus of een goed voorbelichte voorgrond of een goed belichte lucht. En dat heeft te maken met de grijswaarde die een camera registreert. Een lucht is heel erg licht. En daardoor zegt die camera van joh, de foto moet weer wat donkerder worden om de lucht goed te belichten. Dat betekent dus dat je automatisch ook een donkere voorgrond krijgt. Heb je een goed belichte voorgrond, betekent dus dat de camera moet kiezen om de voorgrond lichter te maken. En daardoor is de lucht heel erg licht. Nou, met een filter kan je dat dus goed in balans brengen. Dan is zowel de voorgrond als de lucht is goed belicht. En daarom zet ik de voorzetfilters voor, zodat de foto weer prima in balans is. Nou, ik heb de foto hem weer ingeladen in Photoshop, weer via de Roll Converter. En voordat ik aan de foto ga beginnen, wil ik jullie wat uitleggen over waarom ik voor deze compositie gekozen heb. In de eerste plaats heb ik gekozen om de horizon redelijk in het midden te leggen. Dat heeft te maken met deze maan. Ik wilde heel graag de maan op de foto bij hebben. En daardoor kwam automatisch ook de horizon wat in het midden te liggen. Het was even een keuze die je maakte. De lucht is niet echt heel erg denderend. Het is niet echt spectaculair. Maar omdat ik het maantje bij wilde hebben, is dus de horizon naar het midden gegaan. Nou, verder heb ik het looppad gebruikt voor de dieptewerking. En die heb ik laten komen vanuit de linkerhoek. En op die manier heb je weer een lijn in je foto om de diepte te krijgen. Nou, als eerste wat ik ga doen is lenscorrecties toepassen. Daar ga ik ze voor inschakelen. En ik heb me gefotografeerd met de Sigma lens 10-20 mm f3,5. Je ziet gelijk dat toepassingen gedaan worden. Nou, wat ik verder nog ga doen is gelijk ook de kleurafwijking uitschakelen. Chromatische aberratie, dat is één klik in Photoshop. En dan gaan we terug naar het begin. Nou, als eerste wat ik ga uitvoeren is de hooglichten. Je ziet eigenlijk al de foto, met name in de lucht, weer wat meer in balans komen. Ook de belichting ga ik wat naar beneden brengen om de sfeer van de avond
goed in de foto te krijgen. Dat is iets te veel. Ik denk dat ik hem op 75 houden. Nou, wat ik verder ga doen is de schaduwpartijen wat omhoog. En die ga ik in dit geval op 50 zetten. Waardoor er mooie doortekeningen komt in de schaduw. Nou, verder druk ik op de Alt-knop binnen de Photoshop. En ik ga aan mijn wit tinten schuiven. En dan zie je dat mijn foto zwart wordt. Je ziet daar ook wat puntjes ontstaan. Dat is de maan. En als de eerste rode puntjes ontstaan, en dan is daar de foto te licht. Dus bij deze is de foto bij de witte tinten mooi. Dat kan je ook bij de zwart tinten doen. Weer Alt indrukken. De foto wordt dan wit. En dan gaat dan naar beneden. En ook dan zal ergens, kijk ja, hier, de foto wat puntjes gaan veroorzaken. En zodra dat weg is, laat ik hem los. En dan is de foto op zwart en wit tinten in balans. Verder zet ik deze ook op 30. Evenals de contrasten, die zet ik ook op 30. Wat ik daarna ga doen is de scherpte. Die zet ik op 50. De detailscherpte op 50. De luminantie zet ik ook op 50. En zoals ik al eerder uitgelegd heb, als ik die op 100 zet, dan verlies ik kwaliteit. En ik zet de luminantiecontrast zet ik op 5. Wat ik verder nog ga doen hier, hè, in de lucht zie je een beetje een rode gloed. Nou, die was ter plekke beter zichtbaar, is om dat wat meer naar boven te krijgen. En ik ga proberen hier om de kleurverzadiging per kleur wat op te krikken. Dat is een beetje vogelen, hoe dat uitpakt. En de roodtinten, nou, je ziet dat de roodtinten met name in het huis dan weggaan en hier juist heel erg ver. Dus die moet ik niet hebben, die laat ik op 0 zetten. Ik denk dat ik meer in de paarstinten moet gaan zoeken. Hier zie je hem echt helemaal weg. Dit is weer te veel. Dus ik zou ergens hier deze op 30 zetten. En ook de magenta tinten wat omhoog. Niet te veel, want dan zie je hier in het huis zie je alweer de kleur. Dus let echt goed op de details. Deze schakel ik dus daarom uit en zet hem op 20. Nou, wat ik verder ga doen is de kleurverzadiging van geel iets naar beneden. Het overheerst best de gele kleur. En die ga ik op min 5 zetten. Net even het felle eraf. Nou, om dan de foto goed in balans te brengen qua kleur, om die lucht ook goed te brengen, ga ik op shift drukken. En dan zie je hier afbeelding openen, veranderen in object openen. En dan open ik de foto in Photoshop. Nou, wat er dan gebeurt is eigenlijk dat de foto een rolfoto blijft en niet afgerond wordt in JPEG. Wat ik ga doen is hier deze slim object kopiëren. Dan heb ik twee lagen. En ik ga op de bovenste laag ga ik weer dubbelklikken. En dan open ik weer mijn roll converter. En wat ik dan ga doen is de belichting nog verder naar beneden brengen. Waardoor de kleuren van de lucht ook wat duidelijker zichtbaar wordt. Op deze manier dat ik dat ga doen. En ik druk op OK. Nou, dan heb ik twee verschillende foto's, of twee verschillende belichtingen van één en dezelfde foto boven elkaar staan. En daar ga ik straks laag van maken, één laag van maken. Ik zet ze eerst om in pixels, dat doe ik bij deze ook. En ik zet de bovenste zet ik uit. Nou, dan ga ik naar kanalen, dan zie je hier RGB kleuren, rood, groen en blauw. Ik ga die RGB gebruiken. Ik druk op de Alt of op de Ctrl knop. En dan zie je eigenlijk allemaal stippellijntjes ontstaan. Daar gaat straks dus de correctie op plaatsvinden. Dan ga ik weer terug naar lagen. Ik zet de bovenste laag zet ik weer aan. Die selecteer ik ook. En dan voeg ik daar de masker toe. En dan zie je dat... dit is het originele bestand. En dit is eigenlijk
de luminantiemasker die ik toegepast heb. Wat ik dan ga doen is naar de curve. Ik wil hier toch iets meer curve hebben en de lucht mag voor mij wel iets donkerder. Waardoor de sfeer van die avond er beter in komt. En de voorgrond mag wel licht blijven. Waardoor de foto net even wat beter in balans is. Beker spelen. Op deze manier denk ik dat ik hem ga houden. En zo zie je ook, je moet het ook weer niet te ver doen, hè, want dan ga je echt doortekenen. Het is maar heel minimaal. Zoek echt een beetje de grens op. Nou, voor mij is dit oké. Wat ik dan verder ga doen is de foto als één laag maken. Dus deze bewerkingen zijn gedaan. Ik zet hem op laag 0 en deze laag die kopieer ik ook, zodat ik altijd een origineel bestand heb. Heel belangrijk binnen landschapsfotografie is dat de horizon recht is. En daar is ook een heel handig middeltje voor om dat op een goede manier te doen. Dit is de tool voor uitsnijden. En die heeft hier ook een subtool voor recht trekken. Nou, als ik daarop klik, dan kan ik aan de ene kant van de foto het plusje op de horizon zetten. Een lijn trekken naar de andere kant. En dan zie je gelijk hoeveel procent afwijking dat je hebt. Ik heb hier dus 0,8% afwijking. Als ik nu de foto los of de muis loslaat, zie je dat de foto in één klik rechtgezet is. Dus op deze manier zit je de horizon heel makkelijk en ook 100% recht. Nou, dat bevestig ik. Als ik dat gedaan heb, ga ik de foto inladen bij de NIC filters. De Color Efex Pro 4 ga ik weer openen om de kleuren en ook de contrasten net wat beter zichtbaar te laten worden. De foto moet even voorverwerkt worden, daar is die. En zoals altijd zet ik eerst alles weer op nul. Op die manier heb ik altijd een goede startbasis en weet ik wat de foto gedaan heeft of wat de instelling gedaan heeft. Met deze ga ik niet al te veel werken. 5% ga ik hem zetten. Deze wel 10%. De verzadiging ga ik hier wel wat doen. Ik denk dat ik hem hier op 10% ook zet. Dan zeg ik filter toevoegen. Deze filter slaat hij op. En dan ga ik naar de sky filter. Ook die zet ik eerst weer op 0. Om te kijken wat er gebeurt. En ik ga langzaam de schuiven plaatsen, zodat ik weet wat er, hoe het eruit komt te zien. Nou, als ik zo kijk, denk dat ik hem op 18 ga houden. Komt hem mooi over. Je ziet dat de lucht net even wat beter in balans is. Filterwit toevoegen. En daarna pak ik de Brilliance warm filter. Ook die staat op 0. En ik ga kijken van ja, hoe kan ik dat op een mooie manier toevoegen. En op deze manier komen de kleuren net even wat beter tot uiting. Een beetje de grens opzoeken. 25 denk ik. En op die manier krijg je de sfeer echt van die avond weer terug. Filter toevoegen en ik zeg op oké. Okay. Nou, wat je nu op het scherm ziet is de originele foto zoals ik hem bewerkt heb vanuit de rolconverter. En je ziet dat de kleuren toch nog wat minder sprankelend zijn. Niet zoals het was op dat moment. En ik heb nu via de NIC filters geprobeerd om de werkelijkheid zoals het vanavond was, om die te benaderen. En dan zie je hier het resultaat. En dat is toch een hele andere foto of een hele andere sfeer binnen dezelfde foto geworden. Nou, wat ik nu ga doen is nog mijn logo van mijn fotografie toevoegen. De bestandsinfo toevoegen. En is deze foto klaar voor de website.
Ik hoop dat jullie weer wat met dit filmpje gehad hebben. Dat jullie er weer wat aan mee konden doen. Als er vragen zijn, mail gerust. Kijk op mijn website www.jankoplaan.nl. Daarin kun je ook een contactformulier invullen. Laat het gerust weten wat je ervan vindt.